Kapitein Selouin Alamiawari van Langeman Kondre in Galibi is bezorgd over de gezondheidszorg en het onderwijs in zijn gebied. De kapitein luidt een noodkreet naar de regering om de gemeenschap aldaar niet te vergeten. De kapitein geeft aan dat de situatie in Galibi niet uit te houden is. De gemeenschap heeft 1 permanente broeder die reeds gepensioneerd is. Van de bewoners mag hij niet vertrekken omdat zij bang zijn dat er geen vervanging komt voor de medische zorg in het gebied. En we actie Grand Lanti, RGD met die broeder Taite, omdat nou een heel goede broeder, die boem voor ervaring. Maar ondertussen, ze doen daarbij, met kamer gwen aan pensioen, we zijn een dame gwen, stuka gomorofara ook in een medische zorg. En had bijna icona einde voor een studierichting. Dus hopelijk dit jaar of volgend jaar, als hij dit jaar de broeder zou verwisselen. En ook toe zorg de broeder de, maar jammer dat echt we hebben een polia, maar de medicamenten zijn. Moest de eigenlijk ten behoeve die bewoners voor Galibi, dat is een beetje probleem. Dus in deze, met actie ook toe, die Grand Lanti, met de man luko aan achterland toe, vooral in de medische zorg. Alamiawari geeft verder aan dat de regering ook moet kijken naar het onderwijsgebeuren in het achterland. Elk kind heeft recht op onderwijs en de meeste kinderen trekken weg om verder te studeren. Momenteel zijn er maar 8 leerkrachten voor het heel Galibi-gebied. Maar het probleem is, door de jaren heen, na een aheri binnenlandse oorlog, na een aheri leri, daar voor ons ook toe. Vandaar dat een aantal kinderen zou hebben door de jaren heen, dat Amman erop helemaal kon onderzoeken. Dus het is echt heel weinig, maar ik kom bakken, omdat het is mij kom bakken ook te Saf-Safri. Een verstandhouding tussen de twee dorpen, hoe dat op een lijn. Dus TWT besluit ten aanzien van alle Sani, dat hoe dat op een lijn. Dus daar hebben we nog een probleem. We stemmen af heel goed, naar mijn collega, dus hoe dat op een lijn, alle Sani Sabedu. Naast de problemen rond de gezondheidszorg en het onderwijs heeft Galibi ook te kampen met een natuurafwijking, namelijk afkalving van het strand. En het idee hoe bezig met verschillende organisaties, ook toen naar Grand Lanti. En begin voor Ayari, we begonnen naar DC, we leggen ze dus voor ook toe. Wat een papa voor Marowena. Na een muskon luku, te je abi probleem, ta amai charengwe. Maar nu, we fight nga sandisi, jaren, deskundig kon, mopofu Amerika ook to kon luku, de gi unu advise. Maar ook daarnaast, we gebruiken eigen kennis to. Sa de bigisma libigi unu, omdat we luku ja ook to taki. Palenboom, akrontoboom, nou een stevig boom tegen erosie. Dus in de toekomst, we hebben een plan ook toe, met die opraande sandici opnieuw bakken. Met die asayepi unu, voor beschermen unu.